winterrituelen openlijk getoond aan een heel breed publiek. Marianne Markelo ziet het als haar levenstaak om aan zoveel mogelijk mensen kennis van Winti over te dragen. Nee, ik kan het niet aan mijzelf houden, omdat Afrikaanse mensen nog eenmaal de gewoonte hebben om dingen die ze weten ook aan anderen te vertellen. Een kenmerk van het Afrikaans zijn is het delen. De kritiek van sommigen dat je de Winti met al haar geheimen niet aan Nederlanders zou moeten uitleggen, vindt ze onterecht. Dat vind ik onzin. Omdat onzin tot op zekere hoogte. Hè? Kijk, want elke cultuur heeft zijn dingen, heeft zijn elementen, die waarvan we overtuigd zijn dat die binnen die cultuur moeten blijven. Maar dan gaat het niet om dit soort informatie. Het niveau van wat er hier gebeurt heeft geen gelegenheid om het over geheimen te hebben. Omdat wanneer we het over geheimen van de roots hebben, wanneer we willen praten over geheimen van het erfgoed, doe je het niet op deze manier en ook niet op deze plek en ook niet in dit verband. De avond is ook voor Surinamers bedoeld, want ook onder Surinamers leven er grote vooroordelen over Winti. Ja, inderdaad. Ook vooroordelen, maar ook gebrek aan kennis. Weet je, want er zijn natuurlijk een heleboel mensen, een heleboel families die eigenlijk niks met Winti doen. Maar vervolgens zijn er wel in diezelfde families nazaten of mensen die problemen hebben die gerelateerd zijn aan het hele Winti-erfgoed. En ik denk dat het belangrijk is om toch daarover te praten. Ijeswa Libba, doe niet als een Libba. Dat zijn bekende gezegdes onder Surinamers. En dit bewijst volgens Markelo het gebrek aan kennis. Er zijn weinig Surinamers die weten wat die Libba precies doet. De Libba is ook uit West-Afrika met onze voorouders meegekomen. In West-Afrika heet die Iligba. Het is bij ons in Suriname Libba geworden. En de functie van de Libba is dat die wegbereider is. Dat wil zeggen, de Libba bereidt allerlei dingen voor ons voor. De Libba is de boodschapper tussen de mensen en de voorouders. De boodschapper tussen de mensen en de Winti's. Voordat je een of ander Winti-ritueel gaat doen of een ritueel voor de voorouders, is het belangrijk dat je Libba eerst een offer brengt. Je moet eerst die Libba betalen, want je hebt de Libba nodig om jouw offer naar de voorouders of de andere Winti's te brengen. Sommigen vinden dus dat dit soort rituelen niet in het openbaar vertoond moeten worden. Anderen zijn vanwege hun geloof ertegen. En weer anderen zijn er bang voor. Markelo gelooft niet in die angst. Ik doe aan Winti, waarvoor zou ik bang moeten zijn? Waarvoor zou iemand bang moeten zijn? Weet je, en kijk, en als je het wil hebben over angst, dan kom je bij de vooroordelen. En ik kan me voorstellen, Winti is ondergronds gegaan, heeft zich ook ondergronds ontwikkeld. En dat heeft dus te maken met het feit dat de witte slavencriminelen de kracht daarvan bij onze voorouders hebben gezien. Want onze voorouders waren in staat om met behulp van een ampuku, met behulp van een kumanti, met behulp van een wenu, de krachten van het water op de plantage te beheersen. En dat hebben de witte slaven criminelen gezien. En vandaar dat ze ook gezegd hebben van nee, dat moeten we niet doen. Onze voorouders konden niet hun wintipree op de plantage, want mensen raakten in trans. Mensen transformeerden zich en konden andere dingen doen. Ze hadden een andere fysieke kracht en konden andere dingen doen. En ja, daar word je angstig van.